Wij zijn dus ingehuurd hier voor de blik van buiten en die willen wij ook graag geven. Geert heeft in zijn inleiding al benadrukt het mogelijk belang van de ANS en dus ook van de ANK voor het buitenland en voor de Nederlanders in het buitenland. En dat kunnen wij alleen maar beamen. Ja, het is heel belangrijk voor het buitenland en voor de buitenlandse Nederlandistiek. Dit hele project, de vernieuwing van de ANS. En het is ook heel erg mooi dat er nu een klankleer is bijgekomen. En tegelijkertijd is deze ANK natuurlijk ook nog een soort inleiding in de fonologie en wel een zeer bruikbare inleiding, zeer uitvoerig, met veel oog voor de details van de klankleer van het Nederlands. Dus daar zijn we heel blij mee. En waar we ook heel blij mee zijn, is dat al deze informatie beschikbaar is gekomen en komt nu in het Nederlands. Want dat is namelijk wel eens een probleem voor ons in het buitenland, voor de Nederlanders hier in het buitenland. Er is heel veel informatie over de fonologie van het Nederlands, maar dat is allemaal in het Engels. En als wij onze studenten willen opleiden tot Nederlanders, is het toch wel belangrijk om de terminologie, de manier van beschrijven enzovoort, om dat allemaal in het Nederlands te krijgen. En des te leuker dat nu de ANS, en des te mooier dat de ANS nu ook dit onderdeel erbij heeft gekregen. Dus een nieuwe ANS met een klankleer, digitaal, eigentijds, mooi vormgegeven. In de aanzet ook al multimodaal. Er zitten zelfs al didactische elementen in, lesbrieven en zo. Dat ziet er allemaal heel veelbelovend uit. De vraag die wij ons nu hebben gesteld is: wat hebben wij te gaan in ons onderwijs? Wat hebben wij aan deze nieuwe ANK als wij die willen gebruiken in ons onderwijs voor het leren van een vreemde taal? Dat is het ene natuurlijk, maar ook voor de taalkunde, de contrastieve taalkunde, want daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. We zijn niet alleen maar taaldocenten, maar we zijn ook allemaal, Truus en ik, zeer zeker taalkundigen. En daarmee kan ik ook meteen voorstellen, Truus de Bunde, die zit hier en die gaat het nu overnemen van mij. Ja, en ik wil beginnen met een zinnetje dat onze studenten als een van de eerste zinnetjes leren, namelijk: ik kom uit Duitsland. En daar zit die vreselijk moeilijke ui direct twee keer in. En eindelijk hebben we nu zo'n mooie beschrijving. Ten eerste een beschrijving van hoe maak je die ui, een plaatsbepaling van waar zit die ui, een uitleg waarom die ui zo exotisch is en waarom die zo weinig frequent is. Dat vind je allemaal, dat laatste hier in zo'n mooi, wij noemen het pop. Upboxke, dat vind je daar allemaal samen. Verder op die pagina vind je nog spectrogrammen waar de studenten kunnen zien hoe zit dat eigenlijk precies met die klank die voor mij nieuw is. Want enerzijds hebben onze studenten een aantal woorden die ze herkennen. Ik kom uit Duitsland, die woorden herkennen ze heel snel. Er zijn een aantal klanken die ze snel herkennen. Maar er zijn ook een aantal nieuwe klanken. En voor zo'n nieuwe klank is bijvoorbeeld die beschrijving hier heel handig. Maar ook voor klanken die ze denken te kennen. Denk bijvoorbeeld aan de Gouden Raad van Tante Kaat. Daar lijkt eerst niks nieuws in te zitten. En toch is het anders. Want die Gouden Raad van Tante Kaat, als je die hoort uitgesproken door een Duitser of een Duitser, dan wordt het heel snel Tante Kaat. Ik overdrijf een beetje, maar alleen een klein beetje. Dat heeft te maken met een eigenschap van het Duits. Dat heet aspiration, de aspiratie van die plofklanken. Een eigenschap die je in het Duits vrij systematisch hebt. Ik heb hier een willekeurige inleiding in de germanistische linguistiek, maar je kunt ook een willekeurige grammatica erbij pakken. Hier worden als voorbeelden gegeven het pak en de taat, of u kent misschien wel de taatort. Overal hoor je die H na die plofklanken. Die heb je in het Nederlands natuurlijk helemaal niet. En dat is één van de kenmerken van een Duits accent, dat deze plofklanken worden uitgesproken met zo'n aspiratie. De plofklanken T en D worden in de ANK gewoon beschreven op de manier zoals het hier staat. Daar is nergens sprake van al dan niet aanwezige aspiratie, want dat hoef je helemaal niet uit te leggen voor een Nederlands publiek.
Maar voor ons is dat natuurlijk wel een belangrijk aspect. Dus wij moeten wijzen ook op informatie die zo niet wordt gegeven in de ANS, wat weer eens laat zien dat naast de mooie beschrijving die je hebt in de grammatica en nu ook in de ANC, dat het ook altijd belangrijk is om docenten te hebben, docenten Nederlands, die kennis hebben van de omgevingstaal, dus in ons geval het Duits, die weten waar de problemen liggen en die kunnen laten zien hoe die twee talen van elkaar verschillen. En bovendien laat dit ook nog weer zien dat je bij het leren van een vreemde taal altijd ook iets leert over je eigen taal, want de meeste Duitsers weten helemaal niet dat hier een probleem is of dat hier sprake is van aspiratie, die zijn zich daar helemaal niet van bewust. Kleine voetnoot bij deze twee voorbeelden die we nu net hadden, die ui en deze plofklanken. Je zou kunnen zeggen dat zijn onderwerpen die eigenlijk toch iets meer horen bij de fonetiek. Het gaat toch, heeft Geert dan net uitgelegd, het gaat toch om de fonologie. Het gaat om de fonologie. Geert heeft heel veel nadruk gelegd op klankleer is deel van de grammatica. Maar desondanks, en dat is voor ons heel mooi, zijn ze daar niet zo heel erg strikt in. Er zitten ook heel veel fonetische informatie in deze ANC. Dus heel veel fonetische informatie, bijvoorbeeld over de uitspraak van die ai. Zelfs met aandacht voor variatie, dat hebben we net van Kaart gehoord. Zelfs met aandacht voor variatie. Het is soms wat verstopt, bijvoorbeeld het hoofdstuk of die paragraaf over de uitspraak van de ui, die zit dan in 1.1.3.1.15 of hier die plofklank in 1.1.3.2.2. Maar gelukkig is er een zoekfunctie waarmee je deze dingen dan toch terug kunt vinden. Klankleer is deel van de grammatica, ja. Het gaat dus om de fonologie, ja. En dat is ook belangrijk voor ons in het buitenland. Daar besteden wij natuurlijk ook aandacht aan. Maar voordat we daaraan beginnen, nog even een voorbeeldje van een uitspraakverschil. Ja, en dan wil ik het even hebben over de hiaatvermijding. En hier rechts zie je drie processen die in het Nederlands voorkomen om hiaten te vermijden. En bij hiaten gaat het hier om plaatsen waar twee klinkers naast elkaar komen te staan en hoe je die verbindt of net niet verbindt. In het Nederlands heb je hier drie processen en in het Duits behoort zo'n gelijkklankinvoering niet tot de mogelijkheden. Het is altijd een glottisslag. Een glottisslag invoering, dus zoiets als ik hou van chaotisch theater. Daar heb je de twee naast elkaar. Bij chaotisch doe je een glottisslag, een kleine stop die je daar invoegt. Een kleine pauze tussen die twee klinkers. En bij theater verbind je de E, maak je de verbinding tussen de E en de A met een gelijkklank, met de J in dit geval. Dus hier zie je theater en in het Duits zie je weer die aspiratie waar Matthias het net over had bij een plofklank. En dan theater, met zo'n gevocaliseerde R ook nog. Dus je kan daar heel veel verschillende processen, fonetische processen gaan beschrijven. Als je een klein beetje een contrastieve blik hebt bij aorta, doen we in het Nederlands ook zo'n glottisslag. Dus die glottisslag die komt wel voor in het Nederlands. Maar je moet even uitkijken wanneer het ene en wanneer het andere. Weer zoiets waar wij onze studenten kunnen op attent maken en weer iets waar we dankzij de ANC nu kunnen tonen wat voor een systematisch proces dat is. En bovendien kan je ook met die hiaatvermijding of die hiaatprocessen hier tonen dat die overgang van klankleer naar grammatica, dat die heel vloeiend is. Denk maar aan woorden zoals theater en dan in vergelijking met beamen. Door een verschil in morfologische status spreek je theater anders uit dan beamen. En zo'n tweede voorbeeld hebben we met de allomorfie van de suffixen in de verleden tijd en bij de voltooide deelwoorden. Inderdaad, want daar hebben wij als voorbeeld gekozen. Voor ik studeerde, werkte ik in een kroeg en daar heb je ze allebei, de en de te, de d en de t. Het suffix dat wij gebruiken voor de vorming van verleden tijden. En dat zijn er in het Nederlands twee. Dat zijn in Nederlands twee, de en te. In het Duits is dat er maar één. Ook bij studeren heb je studierte. Dus we hebben alleen die te. Studierte, arbeitete, enzovoort, enzovoort.
Onze studenten moeten dus leren wanneer die Duitse T in het Nederlands een stemloze T wordt of een stemhebbende D. En dat is allemaal in de ANG heel mooi uitgelegd in dit stukje over de allomorfie van de verleden tijd, een voltooid deelwoord, suffix. Geert gaf in zijn presentatie al het voorbeeld van pakte en zaagde. Je ziet het hier recht staan. Pakte, gepakte, zaagde, gezaagd. In het Duits alleen die T. Pakte, gepakt, zeekte, gezeekt. Interessant om hier de uitleg te lezen. Het kofschip wordt heel mooi uitgelegd, ook voor onze studenten, zodat wij hier met behulp van dit stukje uit de ANG heel mooi kunnen laten zien wanneer je die te en wanneer je die de moet gebruiken. In het stukje wordt ook nog voor de meer theoretisch geïnteresseerden uitgelegd of we bij de te en de nu te maken hebben met een stemassimilatie, een progressieve assimilatie. Geert heeft dat daarnet ook al aangeduid. Waarbij dan de onderliggende vorm zou zijn, of met allomorfie, dus twee vormen van het verleden tijdsuffix. Weer zo'n onderwerp dus, waar de vreemde taalverwerving en de contrastieve taal kunnen als het ware hand in hand gaan. Dus waar beide aspecten, de taalverwerving en ook de taalkunde, het taalkundige bestuderen van het Nederlands vanuit een contrastief perspectief, belangrijk zijn. En naast zo'n contrastief perspectief hebben wij ook heel vaak een focus op variatie. Omdat je zo zowel diachroon als synchroon heel veel over het Nederlands kunt uitleggen. En het Nederlands kan positioneren vaak ook tussen het Engels en het Duits. En als je hier kijkt naar die uitspraak van de N in suffixen, ik gaf het daarnet al aan als een van de onderdelen die in dat deel variatie voorkomen. Dan zien we hier dat het in de ANG, en volgens mij voor het eerst zo heel mooi en genuanceerd uitgelegd, hoeveel verschillende factoren daarbij een rol spelen. Je ziet hier stijl staan, stijl, de volgende klank, de morfologische status. Het speelt allemaal een rol bij de vraag, zeg ik eten en drinken of zeg ik eten, drinken? En dat staat er heel mooi. Voor onze studenten is het heel belangrijk, niet of ze die en al dan niet zeggen, maar dat of ze die schwa kunnen weglaten. Want in het Duits, of iemand die vanuit essen en trinken vertrekt, die zou kunnen de neiging hebben om eten en drinken te zeggen. Nu is dat natuurlijk ook niet helemaal onbekend in het Nederlandstalige gebied, maar Geert heeft daarnet gezegd, dat valt buiten de focus van de ANG, want dat is substandaardtalig. Maar wij wijzen in die context dan niet alleen op de variatie die er bestaat tussen Noord en Zuid, en die indeling tussen Nederlands, Nederlands en Belgisch, Nederlands, maar ook de klassieke dialectgrenzen, die van oost naar west, die dialectgebieden die van oost naar west liggen, en waar je dan natuurlijk in het oosten wel zoiets hebt als eten en drinken. En dat dialectcontinuum, dat gaat natuurlijk verder. En Duitsland ligt ten oosten van Nederland. Dus ook daar kan je dat heel mooi incorporeren. Allemaal dingen die we voor het eerst heel mooi kunnen uitleggen met de ANG, met deze schat aan informatie, overzichtelijk, systematisch, met aandacht voor verbonden spraak, waardoor wij met onze studenten kunnen kijken naar hoe kan je hier systematisch de taal leren spreken, maar ook leren beschrijven en leren analyseren. De ANG maakt dus de overstap van het leren van het Nederlands naar het bestuderen van het Nederlands vrij makkelijk. En dat dan vergelijkend of ook niet vergelijkend en met heel veel aandacht voor variatie. Het wordt heel makkelijk door actuele verwijzingen naar recent onderzoek, door het linken van de voorbeelden naar de bewijsplaatsen in corpora. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Ook een heel mooi feature van de nieuwe ANG, waar gebruik wordt gemaakt van de digitale mogelijkheden. Het maakt het makkelijk om dingen uit te leggen, ook door de bijkomende informatie in die pop-up boxjes, zoals Truus dan net zei, en de slimme samenwerking ook met Taalportaal. Bijvoorbeeld voor de geluidsbestanden en de spectrogrammen, waar we nu ook helemaal geen aandacht aan hebben besteed, maar wat wel een heel mooi feature is voor onze studenten, want ze kunnen al die dingen ook beluisteren. Dat is heel mooi. Wij zijn dus heel blij met deze aanvulling van de ANS. Geert had het daarnet, of heeft de hoop
of heeft de hoop uitgedrukt dat dit belangrijk of interessant zou kunnen zijn voor het buitenland en voor de Nederlanders in het buitenland. Nou, Geert, daar ben ik wel zeker van dat dat zo zal zijn. En het is tegelijkertijd ook een mooie aanvulling op bestaande inleidingen in de Nederlandse taalkunde, zoals bijvoorbeeld nu die net verschenen nieuwe inleiding van een collega uit Oldenburg, Esther Ruigendijk, die heeft samengemaakt met Marijke de Belder en Ankelien Schippers. Hier heb je veel meer informatie nog dan in zo'n inleiding. En als je die twee aan elkaar koppelt, zou dat wel eens heel mooi kunnen worden voor ons onderwijs van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandse fonologie. Dank jullie wel. En dat was wat wij wilden bijdragen vanmiddag. Dank je wel.